willen vooruit en we kijken naar de toekomst. Het is belangrijk voor Nederland dat we ervoor gaan zorgen dat de Nederlandse jeugd de kans krijgt om te sporten en ook om te excelleren. Ik heb dan ook gekozen voor een jonge, inspirerende atleet als vlagdrager van het Nederlands Olympisch team. De nieuwe generatie dus. En wie zou dat dan zijn? Dat is Dorian van Rijsselbergen. Hij is wereldkampioen windsurfen in 2011. En hij begint als wereldkampioen aan zijn eerste Olympische Spelen. Dorian, wat vind je ervan? De vlag dragen straks. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik ben super trots en een beetje overweldigd wel. Maar het is wel iets heel groots natuurlijk.